Een wedstrijd dus tussen een subtopper FC Eindhoven en een middenmotor RBC Roosendaal. En lange tijd leek het op een 0-0 uit te draaien, hoewel FC Eindhoven veruit de betere ploeg was. Maar 10 minuten voor tijd werd dat ook in de score uitgedrukt. Radko van Simpson, een paar minuten eerder ingevallen, maakt voor FC Eindhoven de verdiende winnende treffer. Ja, vond ik wel. We waren niet super, maar wel goed en degelijk. Veel kansen gecreëerd, eerste helft en tweede helft. Tweede helft met veel power en terecht 1-0 gewonnen. Had misschien wel 3-4-0 moeten zijn, maar oké. Drie punten zijn binnen. Overtuigende zegen, we waren beter en terecht gewonnen.